Ik wil nog één keer die zijn steven verslaan. Al moet ik druipen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer die zijn steven verslaan. Ik wil nog één keer die zijn steven verslaan. Welkom bij de vierdaagse special van Almotte Kruppen. Vanaf de Stevenstoren praat ik met mensen die verbonden zijn aan de Nijmeegse Vierdaagse. Als er iemand verbonden is aan die wandeltocht, dan is het wel de marsleider. Johan Willemstein. Welkom op de Sint Stevenstoren. Ja, dankjewel. Ja. Voor het eerst van mijn leven dat ik hier op deze hoogte over Nijmegen kan kijken. Oké, dat is wel heel bijzonder. De trappen geteld, de treden geteld? Nou, ik was van plan dat op de terugweg te doen. Op de heenweg had ik voldoende tijd nodig om een beetje mijn adem onder controle te houden. Okay, dan zeg ik niet hoeveel dat er zijn. Voor de eerste keer, zeg het maar, een eerste indruk dan. Ja, nou ja, die eerste indruk is niet anders dan de indruk die ik daar al eigenlijk mijn hele leven van heb. The place to be. Een plek waar je goed thuis kunt voelen. Ja. Want u bent geboren in Nijmegen, toch? Echt niet. Niet? Nee. Nee, ik ben geboren in Den Haag. Een heel eind weg van Nijmegen. Maar dit was wel de stad van mijn grootouders. Die hebben hier altijd gewoond. Die liggen hier ook begraven. En dat is eigenlijk ook de aanleiding waarom ik Nijmegen heb leren kennen, al als jongetje van 4, 5, 6 jaar. En tegelijkertijd ook kennis maakte met de Vierdaagse. Wat is de reden dat uw ouders naar Den Haag gegaan zijn, werk? Ja, dat had met werk van mijn vader te maken. En als kleine jongen hier naartoe om naar de Vierdaagse te kijken? Nou ja, je mocht natuurlijk wel eens een paar dagen bij opa en oma logeren. Ja. En de hit van het jaar was als dat in de derde week van juli mocht gebeuren. Want dan was hier ook een feestelijke optocht. Dat noemden ze de Vierdaagse. En allerlei mensen die keken daarnaar. Dus ik heb nog van die kleine zwart-wit fotootjes eind 50er jaren. Waarin je mij in mijn korte broek op de stoeprand van Sint-Annastraat naar die intocht ziet kijken. Ja. En, nou, vermoedelijk zie je in de blik in mijn ogen al van, als ik later groot ben, dan wil ik dat ook een keer. Ja. Zo is eigenlijk wel gekomen. Wanneer bent u gaan lopen? Dat was bij de 50ste Vierdaagse. Okay. Dus 1966, zo even uit mijn hoofd. En de reden wat daarvoor was omdat het de 50ste was? Nee, omdat ik toen 14 was en dat was in die tijd de instapleeftijd. Okay. En u heeft ook toen hoe vaak meegelopen? Ik heb hem 12 keer gelopen. 12 keer? En uitgelopen. En toen vond u het genoeg? En toen heb ik nog een 13e keer gedaan. En dat ging niet zo goed. Tussen de oren niet. Toen ben ik de tweede dag eruit gestapt. Dat was in 1980. En in 81 kwam ik achter de schermen een beetje door toeval. Als controleur met zo'n kniptang in mijn hand. Gaatjes knippen in de kaarten van de deelnemers. En ik ben nooit meer weggegaan. Ja, want dat is wel een beetje... Er zijn dus heel veel beroepen in Nederland waar je zegt van nou... Die is bijzonder, maar marsleider van die Vierdaagse is natuurlijk wel eentje van. Nou ja, dat besef, natuurlijk... ja, beroep, het is meer roeping, zeg ik altijd. Dat besef is natuurlijk in de loop van de jaren wel gekomen. Als je een tijdje gelopen hebt en het gevoel mee hebt gekregen en vervolgens achter die schermen wat mag doen. Je dan gaat verdiepen in de geschiedenis, terugkijkt naar voormalige marsleiders. En dan denkt van, nou, dat is toch wel wat. Hoe het ook zij, het kwam... 2006-2007 kwam het op mijn pad en ik ben daar volmondig ingestapt, ook omdat ik toen klaar was met mijn carrière bij Defensie. Die organisatie van die Vierdaagse, is dat nou echt gewoon een militaire organisatie? Mensen zeggen wel eens van die organisatie die is ooit een keer rechtdoor gaan lopen, die gaan lopen naar links en naar rechts, want er zijn militairen die lopen alleen maar rechtdoor. Nou, ik moet toegeven, er zijn nogal wat voormalige militairen die in de organisatie een rol vervullen. Maar dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met het feit dat die militairen tot voor kort op hun 54ste, 55ste klaar waren met hun loopbaan bij Defensie. En dan op de markt kwamen, zoals ik dat altijd noem. En nieuwe uitdagingen aan het zoeken waren. En de een die ging dan nog voor 10, 15 jaar het bedrijfsleven in. En de ander zei, wel, het is prima, ik hoef geen geld meer te verdienen. En er was dus een flink aanbod waaruit je kunt putten. En dan werkt ook het traject van wie kent wie.
En op die manier is dat iedere keer opnieuw gevoed gebleven. En je ziet dus anno 2017 bij het verhogen van pensioenleeftijden, want dat geldt voor Defensie ook, dan mag je nu ook doorgaan tot je 62ste geloof ik, dat die markt aan het verkruimelen is. Maar het zou onzin zijn om te zeggen dat, dat er militairen zouden moeten zitten of dat we naar rechts gericht willen blijven lopen. Of dat we geen veranderingen zouden wensen, want wat dat betreft proberen we aan de ene kant de goede tradities en waarden van de Vierdaagse door de jaren heen opgebouwd vast te houden. Maar aan de andere kant ook mee te bewegen met de wereld die om ons heen verandert. En daar moet je een beetje balans in zien te houden. U bent nou, al ruim 35 jaar zeg maar, lid van de club. Ja. Wat is er nou wezenlijk veranderd? Het is allemaal natuurlijk veel groter geworden, dat weten we, maar wat is er nou wezenlijk veranderd? Nou ja, wezenlijk op zichzelf eigenlijk niet. Ik bedoel, mensen moeten nog steeds 30, 40 of 50 kilometer lopen. En als ze dat op een goede manier, we controleren dat. En als ze dat op een goede manier doen, dan krijgen ze die koninklijk erkende medaille. Maar als ik nou terugkijk op de afgelopen 15 jaar, zeg maar, 20 jaar misschien. Dan zegt u het zelf al. Het is natuurlijk wel toegenomen. Ik heb nu het plan om volgend jaar, als ik niet meer in functie ben, weer eens een keer te gaan lopen. Ik denk dat er in 1980, toen ik voor het laatste keer meedeed, ik moet het in de geschiedenisboekjes terugkijken, maar laat het er 18.000, 20.000 wandelaars geweest zijn. Ik wil nu wel eens zelf ervaren wat dat betekent. Als je mee verantwoordelijk bent geweest voor het uitbouwen naar 45.000, wat dat dan betekent als het gaat over wandelcomfort. Dat is wel erg veranderd. En ook de, laten we zeggen, het imago en de uitstraling via media-aandacht, waardoor je ook weer wat makkelijker aan je sponsoren kunt komen, daar is wel stevig aan getimmerd. Ja, toen riepen mensen al, nou, als dat 20.000 zijn, dan is het echt wel vol. Ja, dat is correct. En datzelfde geldt voor de mensen die riepen van, het mag niet te commercieel worden. Weet je, we hebben die commercie er wel bij nodig in de sponsorsfeer. Al was het maar om de inschrijfprijs voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden. Aan de andere kant waken we wel dat het niet te commercieel wordt. Baas in eigen huis blijven, dat vinden we ook belangrijk. Toch, hè? Toch lijkt het me, als je de grote baas bent van de Vierdaagse, dan krijg je toch alles voor elkaar? Ja. U gaat toch bij de burgemeester op de koffie? Ja, dat doen we ook. En dat doen we ook bij de commissaris van de Koning als, ja. Als dat aan de orde is. Maar tijden veranderen wel. Ik bedoel, de tijd ligt nog niet zo lang geleden achter ons dat je even bij elkaar op de koffie ging of een belletje en zei van, kan de gemeente even daar die varkensruggetjes weghalen of daar... Ja, die tijd is wel veranderd, want wat anno 2017 geldt is privaat wat privaat kan en publiek wat publiek moet. Dus dat betekent dat overheden, geldt niet alleen voor gemeentes, maar geldt ook voor politie, geldt voor defensie, in toenemende mate roepen van, maar je moet wel je eigen boek ophouden. Ja. En daar waar wij formeel een rol spelen, vergunning, verlener, handhaver, zullen we die rol invullen. En natuurlijk zijn we wel genegen om af en toe een oogje dicht te knijpen, maar dat is niet meer zo informeel als dat een aantal jaar geleden nog was. Dat zijn wel dingen die inderdaad hoort. Defensie bijvoorbeeld, dat moet elk jaar geld inleveren. Die brug, zeg maar, die pontonbrug die gemaakt wordt, dat is elk jaar een heet hangijzer, toch? Nee, dat is niet zo'n heet hangijzer. Kijk, we hebben het, ook Defensie heeft zijn budgettaire problemen. Daar hoef je de krant maar voor te lezen om te weten wat daarom gaat. Maar Defensie is wel een hele trouwe bondgenoot. En ik kan me goed voorstellen dat jij moet kiezen tussen kogels kopen omdat ze op zijn of we de Vierdaagse steunen, hoe dan die keuze gemaakt wordt. Desalniettemin zijn we voortdurend in overleg met Defensie geweest om ze erbij te houden. En ze zijn ook heel willens steeds geweest om erbij te blijven. Maar dan moet je dus naar de wegen zoeken waarop dat mogelijk is. Nou, die hebben we gevonden. En ook dit jaar, hè, want het contract met Defensie, dat is een vijfjarig contract, dat loopt dit jaar af. De voorbereidingen voor het nieuwe vijfjarige contract tot en met 2022 zijn nagenoeg afgerond. En dan gaan we van de zomer weer vertekenen. Wat gaat u doen in de vierde week van juli? Volgend jaar. Nee, dit jaar. De derde week. Dit jaar, de vierde week. De vierde week. Ja. Nou, dan denk ik dat ik net als andere jaren een beetje ga proberen bij te slapen. Maar ik ga me ook wel bewust zijn van het feit dat het klaar is. En dat weet ik natuurlijk al een hele tijd, want dat zat 3 jaar geleden al een beetje in de planning. Ik ga leegwerken, ik ga dossiers overdragen, ik ga Ben hartstikke fit. Ja, ik ben hartstikke fit. Ben je al 10 jaar mee? Nee, daar gaat niet over. Ik ben nu 10 jaar voorzitter geweest.
Ik zit geloof ik bijna 20 jaar in het bestuur van die Vierdaagse. Ik loop 36 jaar achter de schermen. Er is ook iets van een houdbaarheidsdatum. En hoewel ik dat altijd met heel veel energie en met heel veel plezier ook heb gedaan. Vrijwilligersbaan, maar dan toch. Hè. Aan alle goede dingen komt weer een keer een eind. En je moet ook oppassen dat je niet dit effect krijgt van dus het is gewoon een keer tijd. En eerlijk gezegd zou het nog mooier zijn geweest, maar dan praat ik puur over mezelf, om naar die 100ste. Dan moet je op je hoogtepunt en zo. Dat heb ik gewoon niet gewild, om de aandacht bij die 100ste nog voor geen 2 centimeter weg te halen, want de marsleider vertrekt ook nog. Dus ik heb dat een jaar voor me uitgeschoven. En met alle plezier overigens, maar na 36 jaar moet je een keer zeggen van jongens, klaar, nieuw bloed erin. Of oud bloed voor jongen, maar vooral nieuw bloed erin. Nieuwe ideeën, jongere mensen, nieuwe gezichtspunten. En dan hoop ik dat die het ook weer 10, 15 jaar kunnen gaan. Zit er een houdbaarheidsdatum aan de Vierdaagse? Ja, we zijn nu 100 jaar op streek. En, maar zijn we een puber of zijn we een oude man aan het worden? Nee, ik hoop dat wij, een beetje gerijpt zijn in de jeugd, om het zo maar uit te drukken. Op het moment dat je blijft focussen op, hey, hoe was het in 1966 toen ik de eerste keer liep? En that's it, het moet vooral zo blijven. Dan ben je morgen echt een hele oude vent. Ja. Ik hoop dat we gerijpt zijn in het leren omgaan met die tradities aan de ene kant, maar vooral ook het leren omgaan met de wereld die verandert om ons heen. En nogmaals, daar de goede balans in zien te vinden. Ik wil nog even 2 dingen met u doornemen. De ramp met de MH17. Ja. Dat wij een intocht hadden zonder muziek. Ja. Dat moet heel surrealistisch geweest zijn. Dat is... Ja, dat is het ook. En ik heb me ook, naar mijn eigen bestuur, pak een beetje een half uur nadat ik die beslissing had genomen en had gedeeld met de burgemeester, moeten verantwoorden van, hey, dat scenario hadden we niet met elkaar afgesproken. We hebben er natuurlijk een beetje vooroverleg over gehad. Ik zei, nee, maar als je praat over wat er is gebeurd, als de omgevingsgeluiden over 196 Nederlanders en 298 slachtoffers in totaal, in die internationale gemeenschap waar we hierin zitten. Maar laat ik het alleen even over de Nederlanders hebben. Hoeveel 200 Nederlanders, collega's, familieleden, buren, sportverenigingen, weet ik veel. Hoe groot dat totale netwerk is. In de weken erna werd denk ik duidelijk, het was zelfs een dag van nationale rouw als ik me goed herinner. En nu nog, op 17 juli aanstaande, is er weer een herinneringsbijeenkomst voor die MH17. Het is wel gebleken dat het er stevig in hakt. Ja. En ik zie nog de beelden op de televisie van al die kisten die uit die vliegtuigen gedragen werden. Ik denk dat het een goede beslissing is geweest, ja. Maar de intocht wordt er wel heel anders van. Ja. Het was een hele rare sfeer was het. Ja. Ja. Ander ding, en dat betreft dan de aankomende Vierdaagse, dag 1. Omgedraaid. Ja. Omgedraaid. Zo, daar was de 50 kilometer niet blij mee. Nou, dan weet ik niet of die daar niet blij mee was. Kijk, wat je ziet is, kijk, 1 zwaluw maakt geen zomer. Hè? 1 warme Vierdaagse week is incidenteel. Maar kijk nou eens in de afgelopen 10 jaar terug. Ik zeg 10 jaar, hè, zo even vanaf 2006 toen die werd afgelast. Het is structureel geworden dat het in die Vierdaagse week warm is. Buitengewoon warm, soms benauwd. Oftewel, er is een tendens. Wat je ziet op die eerste dag is dat daar dus nog een heleboel wandelaars zijn die dus nog even niet geacclimatiseerd zijn. Die moeten nog wennen aan de fysieke inspanning in combinatie met die temperatuur en luchtvochtigheid. Dat is ook de reden waarom op die eerste dag er overmatig veel onwelwordingen zijn bij die omstandigheden. Dat is ook nog allemaal tot daar aan toe. Dan kun je zeggen, ja, dat koop ik. Dan moet die wandelaar zich maar beter voorbereiden of beter drinken of beter eten, whatever. Maar als je nou tegelijkertijd ziet dat op dat laatste stuk, op het heetst van de dag, die Oosterhoutse dijk, dat die onder andere door verbouwingen in de infrastructuur, de Waalsprong,
ontzettend moeilijk bereikbaar, zo niet onmogelijk nog bereikbaar wordt voor ambulances, voor hulpdiensten en dergelijke, dan weet je dat er van alles kan gebeuren en je kunt ze niet in voldoende mate helpen. Nou, al die argumenten op de rij gezet, hebben we gezegd van ja, daar moeten we wat mee. En de gedachte van de route omdraaien was jaren geleden al eens, maar dan meer uit speelse overwegingen boven gekomen. En ja, die hebben we opnieuw erop geprojecteerd. Dat betekent wel dat je eerst draagkracht moet halen. Dus we zijn alle gemeentes, alle burgemeesters af geweest. Dit is het plan, wat denk je ervan? Hoe valt dat bij jou in de gemeente? En toen die draagkracht er een keer was, de zaak publiekelijk gemaakt en tegelijkertijd de logistieke consequenties ervan van bekeken. En dan weet ik tegelijkertijd dat als je zo'n beslissing neemt, dat je zegt van ja, daar in Oosterhout, daar heeft de horeca er wellicht last van, hè? Want die zaten op een mooi moment van de dag. Ja. En de wandelaars komen er nu heel vroeg door. Maar ja, dan zeg ik tegen diezelfde horeca van, op andere dagen zijn er ook plaatsen waar wandelaars vroeg langskomen, waar stevig koffie, broodjes ei. Het is even omschakelen. Ertessoep, whatever, genuttigd kan worden. Het is even omschakelen. Ja, precies. Ja. Maar goed, that's all in the game. Is het u, echt de allerlaatste vraag, is het u meegevallen dat we bij aflevering 101 nog zoveel mensen hebben? Dat is me voor 200% meegevallen. He, want wat je ziet in de loop van de geschiedenis, dat iedere keer na mooie jubileumjaren er een dip in die belangstelling zit. Moet je als het ware weer een beetje opnieuw gaan metselen en opbouwen. Ja. En daar had ik eerlijk gezegd nu ook op gerekend. Maar we hebben weer 3.500 mensen moeten teleurstellen dat ze niet mee kunnen doen. Dat is overigens een schaduwzijde van het feestgevoel dat er zoveel belangstelling voor die vierdaagse is en blijft. Succes. Maar dat gaat lukken, denk ik. Ik heb een cadeautje. Kijk, een cadeautje. Daar ja, natuurlijk. Cadeautjes altijd. Nou, kijk, alsjeblieft. Wat is dat nou toch? Dat is de toren. Dedicated Limited. Want de vorige is in Nijmegen. Hij is hartstikke mooi. Dat dacht ik. Ik weet niet of de maat is, maar dat gaat goed komen. Nee, maar dat hele schilderij, dat behoort tot een cadeau of alleen het shirt? Alleen het shirt. Oh, dat is nog weer jammer. Jammer, hè, ja. Ik had al een plek in mijn werkkamer thuis waarvan ik dacht van, waar komt hij te hangen, hè? Nou, weet je, we kunnen Jan Diebels vragen of hij er een mooie schilderij heeft. Nee, dat is helemaal goed. Ik krijg een bon van helemaal goed, leuk. Goed zo. Leuk. Je hebt hem zelf aan, zie je? Ik heb hem zelf aan, ja zeker.